Zie vanavond 10 dance acts bij Podium New Attraction. Kun je iets meer vertellen over deze dag van vandaag? Yes. Vandaag Podium New Attraction Dance, eerste keer dat we dit doen. En wij dachten van het is leuk voor groepen die eigenlijk weinig kans hebben om op te treden, om die een podium te kunnen bieden. En vandaag is vandaar de Podium New Attraction. Ja, en je dacht het wordt tijd voor dans? Ja, we dachten het is tijd voor dans. We hebben al een hele poos de muziekavonden. En sinds een aantal jaar zijn we ook druk bezig met dans. Veel op masterclasses en op grotere evenementen programmeren we ook vaak dans. En we dachten laten we nu iets specifiek doen voor de dansers. En dat is deze dag. En er was een middagprogramma en een avondprogramma, hè? Want wat hebben jullie vanmiddag gedaan? In de middag konden de acts hun show laten zien aan professionele dansers. En dan kregen ze feedback. En dan konden ze even het podium verkennen. Dan konden ze gewoon even wennen aan het podium. En bijschaven. Een beetje bijschaven. Om het een beetje allemaal strak te krijgen voor vanavond. Zodat ze het voor het grote publiek konden optreden. En dat hebben ze allemaal wel als prettig ervaren. Want ze hebben gewoon de professionele dansers hebben gewoon hun tijd genomen om hun alles te vertellen. Wat ze zagen, tips te geven. En we hebben het resultaat op het podium gezien. Het was wel echt een show. Ja. Dus dat was echt heel leuk. Puur voor dansgroepen in de stad, maar ook, want ik hoorde ook mensen uit Hoogeveen, dus het is zeg maar Noord-Nederland. Ja, het zijn gewoon lokale, regionale acts inderdaad en inderdaad één team uit Hoogeveen zelfs. En echt superleuk dat we ze in ieder geval in beeld krijgen, zodat we ze misschien in de toekomst ook wat andere optreedmomenten kunnen bieden. Dus dat is wel leuk. Wie ben jij? Ik ben Chantal. En hoe ging het vanavond? Het ging heel goed, ja. En je hebt ook in twee dansgroepen zit je, toch? Ja, ik heb in twee dansgroepen gezeten, ja. En hoe lang dans je al? Ik dans nu 5 jaar ongeveer. En hoe oud ben je? Ik ben 11. Ben je de jongste ook die hierbij is vanavond, of dat niet? Nee, dat niet. Nee. En hoe zijn jullie zo gekomen tot die dance act? Hebben jullie dat allemaal zelf bedacht of door een leraar? Nee, we hebben een trainer en die is allemaal bedacht en we hadden ook wat dansjes, zeg maar, van andere choreografen gekregen. Ging goed. Jij zit in twee dansgroepen, of niet? Momenteel wel, ja. En hoe zit dat dan? Is dat van verschillende scholen ook? Of? Nee, het is gewoon één dansschool. En daarvanuit zeg maar, verdelen we elkaar, zeg maar, gewoon. Zo gaat het dan een beetje, ja. Precies, ja. En hoe lang heb je hier nou voor geoefend? De voorbereiding? Ja, de mix die hebben we al langer. Dus sowieso 6 maanden van tevoren. En voor vandaag moesten we zeg maar kleine aanpassingen maken. En daar hebben we ongeveer 3 weken van tevoren voor geoefend. Ja. En vanmiddag hadden jullie een beoordeling van de jury. Ja. Heb je daar nog iets op aangepast dan in jullie dansstuk? Ja, wij werden aangesproken op onze energie. Zeg maar dat we onze energie moesten verdelen over de hele mix. Ja.
En dat hebben we wel geprobeerd, tenminste ik wel. Ja, tuurlijk, als je daar staat heb je even geen zicht over je eigen dansers. Maar ik geloof wel dat zij het ook wel hebben gedaan. Ja. En zit er ook al een vervolg aan voor hun? Want komt er weer een volgende avond waar ze bij zijn? Of organiseren jullie nog andere dingen voor dansgroepen? Ja, we hebben 22 december een grote dansdag georganiseerd. Dat is in Simplon. Dat heet New Attraction Dance Jam XL. Okay. Daar staat ook een internationaal programma met dansen uit Amerika, Duitsland en natuurlijk uit Nederland. Dat is dan nationaal geprogrammeerd. En ja, dat is echt een leuk feestje wordt dat inderdaad. In de Simplon op 22 december. Dames, wat zijn jullie aan het doen? We kijken ons optreden terug. Van net? Ja. Hoezo? Heeft iemand opgenomen of zo? Ja, mijn moeder. Oh, okay. En jongens, wat vinden jullie ervan? Nou, leuk om terug te zien. Ja? Dat weet je ook. Ja. Ging het goed? Ja, op zich wel, ja. Hoe lang hebben jullie geoefend? Ja, wel een hele tijd, maar ja. Ja? Weken. Weken, maanden, jaren? Ja, eigenlijk weken. Weken. Ja. En hoe lang dansen jullie al samen? Nou, hoe lang dansen we samen? Twee jaar of zo? Ja, twee jaar, een jaartje. Was het een succes vandaag? Nou, het was echt een succes. We moesten echt even alle mensen, iedereen een plekje zoeken. Want we konden 90 man in, dus het was echt helemaal vol. En het was echt geslaagd. We hadden het zo gehoopt en het is eigenlijk nog gekker geworden dan dat we konden hopen. Dus het was echt top, het was echt geslaagd, ja. We hebben genoeg gedanst afgelopen weekend. Dit was Kunst. Tot volgende week.